Dan vraag ik alleen een lot. Wat zou ik nu moeten doen? De zwaard weghalen en aan de andere kant proberen. Ja, naar die kant. Of meebewegen. Maar ik heb niet gescoord. Ik heb niet geraakt. Ja, precies, wat ze goed doen is overnemen. Dus wat zou ik moeten doen? Weghalen. Ik heb het snel door. Dus wat we gaan afspreken is nu, als je geblokt hebt, deze en deze, mag ik de aanval overnemen, counter, dat noemen we wel, door een tik te geven op een massa. Hoef jij in de volgende niet schrikken. Dit geluid, mag jij bij mij doen? Ja? Zo. Ja, ik doe het niet zo tegen. Ja. Dat is geen massa. Ja? Nu komt het. Ik ga jou niet aanvallen. En wat we vragen is, pak een blok en zo snel mogelijk proberen de aanval af te nemen door een tik te geven op een massa. Zonder je voeten te bewegen. En dat is gewoon boem, boem. Oké? Ja. Goed, ben je klaar? Ja. Ben je klaar? Zie je, dus moet je heel snel doen. Ja, dat is heel snel, ja. Ben je klaar? Bijna! Oké, komt ie. Klaar. Voilà! Nog een keer, ja, maar meer dan mij. Dat is het idee! Want je moet natuurlijk zo van alles niet meer kunnen. Herstel. Ik zal je kunnen geven. Als je dat doet, en dat geldt al voor een punt. Als je dat doet, is het belangrijk dat je wacht op zijn beweging, dat is niet naar voren. En wat ook heel vaak helpt, is gewoon je gehoor te krijgen. Luister, ik zit klaar. Als je verdedigd hebt, je hoort dit geluid. Moet je denken, goh, dat heb ik goed verdedigd. Wat? Ja. Is die raak? Hartstikke mooi. Is die mis? Pech, begin gewoon weer. Ja, dus als je verdedigd hebt, heb je nu twee opties. Of je blokt af en je kijkt of je misschien opnieuw een aanval kunt opbouwen. Of je kijkt of je zo lekker zo snel een counter erin kan gooien. Nou, afspraak is natuurlijk weer, als je geraakt hebt, je moet even stoppen. Als je dan zo'n pet op iemand zijn helm hebt gegeten, dan mag je de aanval opnemen? Dan heb je gescoord. Als je gescoord hebt, mag je een aanval afdoen. Dan is je gescoord. Of hier gescoord. Of hier gescoord. Dan stop bij één tel. Oh, dan heb je gewoon een punt gescoord. Oké. Ik dacht juist overnemen. Ja, dat dacht ik ook. Ja, het overnemen, het principe van overnemen is als je blokt, dan neem je een aanval over. Het counter is het. Oh, dat overnemen van aanval. Oké. Alright. Helder?